en 87 Surinaamse jongeren hebben afgelopen zaterdag de brandpreventiecursus van de Suriname Fire Awareness Team succesvol afgesloten. De cursus is in samenwerking met het Polytechnic College Suriname verzorgd. De Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft de training volledig gefinancierd. De cursus begon op 6 augustus en is op 17 augustus met een extensieve outdoor dag en certificaatceremonie afgesloten. Het doel van dit project is om met lokale belanghebbenden veiligere en gezondere gemeenschappen te creëren, door burgers de tools voor en de informatie over brandpreventie te geven. Met de opgedane kennis kunnen de deelnemers nu als ambassadeurs binnen hun eigen families, organisaties, bedrijven en gemeenschappen optreden.